begrijpt het echt helemaal niet. Vandaag beroepen dan. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb er echt geen zin in tijd meer. Mevrouw van Elst? Ja? Je bent te laat! Ja, maar ik ben net heel hard gevallen. Oh, weer die smoesjes. Ga maar op je plek zitten. We hebben hier toch geen tijd voor. Vandaag hebben we beroependag. Oh, volgens mij is het echt pijn. Ja, helemaal. Ik kijk die hand. Nou jongens, jullie krijgen precies 2 minuten om even te praten wat je later wil worden. 2 minuten? Dat is toch veel te weinig? En die 2 minuten gaan nu in. Iemand al wat hij wil worden? Oh, wat is dit interessant. Hey, opletten! Wat, wie ik? Oh, dus meneer denkt niet op te hoeven letten. Nou, vertel wat je wil worden. Ik ben echt iets heel interessants aan het lezen in het boekje over kinderrechten. Kinderombudsman, dat wil ik worden. Kinderombudsman, weet je het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Weet je dat er taal en spelling voor nodig is? Ja. En weet je ook dat jij er niet zo goed in bent? Want ja, laten we eerlijk zijn. Ja, maar ik mag toch wel dromen? Nou ja, als het bij dromen blijft. Wie wilt er nog meer? Ja, ik. Ha! Ja, oh, is mevrouw niet aan het opletten? Dat is al nummer 2. Ja, maar ik weet wel wat ik wil worden. Ik wil later kinderziekenhuizen bouwen over de hele wereld. Jij, kinderziekenhuizen bouwen? Ja, want ik heb zelf ook in een kinderziekenhuis gelegen. En toen was er echt een hele lieve dokter. Ja, ja, stop maar, hier hebben we geen tijd voor. Jullie moeten nu komen, het gaat helemaal niet goed met mevrouw. Ik heb heel snel een ambulance nodig. Mijn vader die is gevallen. Ja, is niet te geloven. Je bent al de derde die niet oplet. Hey, dametje, opletten. Ik praat tegen je. Ik wil later hartspecialist worden, juf. Hartspecialist? Weet je wel hoe lang je daarvoor moet studeren? Je krijgt niet eens 1 spellingles af op een dag. Juf, denk aan je hart, hè. Nou, nog iemand die iets over zijn beroep wil zeggen? Nee, juf. Laat maar zitten. Dan kunnen we nu eindelijk verder met rekenles. Ik vind het een heel mooi beroep, hoor. Dank je. De stomme juf laat me niet eens uitpraten. Ze is alleen maar met cijfers bezig. Ja, alsof wij niet belangrijk zijn. Wij zijn ook maar gewoon kinderen. En mij zat ze ook al uit te lachen. Ik ben echt dom, ik kan echt helemaal niks. Nee joh, sommige kinderen weten niet eens wat ze willen worden. Ja. Maak je nou niet zo druk? Maar die juf zegt toch dat ik dom ben? Ja, misschien zegt ze het niet in die woorden, maar zo voelt het wel. Geloof nou in jezelf. Ja man, jij komt er wel. We zijn er voor je. Kan jij dit uitleggen? Ja, ik weet dat de resultaten tegenvallen, maar ik doe er echt alles aan. Ik wil resultaten zien. Maar ik heb al 10 plannetjes op de zwakkere kinderen. Dan maak je maar meer plannetjes. Ja, maar ik... De inspectie wil betere resultaten. Ja, maar... Betere resultaten. Komt voor elkaar, directeur.
Nou jongens, ik heb de resultaten hoor van de toetsen. Het was echt om te janken. Wat had ik juf, want ik had super goed geleerd. Een 3 voor rekenen, een 2 voor spelling en een 5,5 voor taal. En ook jij had voor alles zwaar onvoldoende. En wat is dit? Wil je ziekenhuis aan tekenen? Ga aan je rekenen, ga aan je spelling. Maar het is mijn nieuwste. Zeg maar! Wat is dit nou? Dit heeft niks met werk te maken. Au, mijn hoofd! Hé, hey, dat is mijn boekje. Jullie zijn allemaal met andere dingen bezig. Cijfers en resultaten moeten omhoog. Daar draait het om. En jouw cijfers moeten omhoog. En die van jou ook. En die van jou allemaal. En jij niet tekenen aan je rekenwerk. En jullie mogen ook niet tekenen. Wat is dit? Ga aan je rekenwerk. En wat is dit? Waar is je rekenwerk? Spelling, taal, alles moet omhoog. Cijfers. Krankzinnig van. Kunt u zo snel mogelijk komen? Dus ze heeft het niet gered. Nee, zo'n geval heb ik nog nooit meegemaakt. Ik wil piloot worden. Ik wil piloot worden. Pilotenman? Pilotenman? Ja, ik wel. Ja joh, een mooi beroep. Pilotenman. Ik word piloot. En dan word jij zeker pilotenvrouw. Ja, nou leuk. Mevrouw van Elst. Oeh, je lacht een beetje. Ja. Bouw het rustig op. Ja, komt goed. Ja, maar dat is moeilijk. Je bent te laat. Je bent te laat. Nu leek je net een robot. Maar... Je bent te laat. Oké, dat is goed. Hey, opletten. Ik vind het zo leuk. Kinder op het zand. Ik kan bijna mijn lach niet inhouden, ik zie het in beide gezichten. Oh. Nou, het is niet. Dat is niet erg. Ze is alleen maar met cijfers bezig. Ja, inderdaad. Hoe moet dat gelijk zeggen? Ja, oké. Nou, de resultaten. Nou, dus resultaten van. Echt. Hallo. Hi. Nou ja, dat gebeurt ook op een filmset, hè, jongens. Ja, maar. Hey. Welkom bij de opening van ons nieuwe kinderziekenhuis. Nee, we zijn te laat. U bent dood. Oké. Oké.